Ja, dat is fucking leuk. Hey. Julia, kom weg! Totdat het beschimmelt aan hyperventilatie. Ja, ik weet dat een half jaar een relatie hebben. Goedemorgen, het is vandaag maandag, tweede paasdag. Stef is hier en we gaan zo meteen, tenminste ik ga zo meteen een vlog editen. En hij gaat even aan zijn theorie voor zijn autorijbewijs. Dus we gaan gewoon allebei even aan het werk. Dat helpt beter dan dat ik zeg ik moet even editen. Ga je maar even doen bij jezelf of zo. Verder zijn we vanavond alleen, dus gaan we een nieuwe pizza bestellen. Want er is een nieuwe pizza hier gekomen in Zeewolde. En ik heb het maar gewassen, dus daar moet ik nog even wat verzorgingen doen. Dat ga ik even uitborstelen. En dan ga ik even hard aan de slag. En morgen komt Selfish online op YouTube, de videoclip. Dus dat is heel erg leuk. Wij hebben net pizza besteld en dan komt er 5:15 binnen. En echt best wel zin in. Dus wij gaan naar beneden. Ik kom echt vet enthousiast over. Ook nieuw. Wij hebben net pizza besteld en dan komt om 5:15 binnen. En ik heb echt best wel zin in. Dat we even naar een strandje gaan hier in Zeewolde om het wat lekker te drinken. Dus ik heb even... Wat heb je allemaal verteld? Is het een leuke dag geweest of zo? Ja, een hele leuke dag. Ja? Ja. Jullie hebben zich even lekker opgekalevaterd. Ja. Geen idee wat het is, maar... Dat noem je zo, als je zelf even gaat fatsoeneren. Kijk de camera ook, hè. Je bent echt fucking klein. Het was open tot 10:00, dus dan gingen we weer terug. Wel nat geregend. Hoi, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben al... Hij is niet scherp. Ik weet niet. Ik ben al een tijdje wakker. Ik heb me klaargemaakt tot hoever het kan. Ja, dat is een goede zin. Ik ga vandaag naar de Kristal 20. Ik ga even een paar minuutjes met mama daarheen rijden. Het is in... Wat was het nou? Voorthuizen? In ieder geval best wel een stukje rijden. Dus dat wordt leuk, want ik heb aangeziekte. Ik heb broodjes gesmeerd om op te eten in de auto. Daar wordt make-up gedaan en mijn haar. Ik heb mijn nagels eventjes gelakt. Ik heb een keer gewoon knalroze mijn nagels gedaan. Ik ben niet echt van knalroze, maar... Weet je, ik dacht ik moet in ieder geval iets op mijn nagels hebben. Ik ben nu eigenlijk alles nog even aan het inpakken. Zorg dat ik alles bij me heb en verder kleed ik me daarom. Doe ik daar al mijn shit en wordt daar ook heel veel shit geregeld. Ik ben super moe, maar ja, wat is nieuw bij mij? Ik ben echt toe aan zon gewoon. Het is nu wel lekker weer trouwens. Aan zon en zee en uitslapen en... Echt, toe aan s'avonds. We zijn er. En ik ga zo naar visie. En ik ben met mama. Hey. Hey. Sorry, mijn stem was nog niet helemaal. Stem was nog niet helemaal af. Kijk, proof dat ik er ben. Ja, maar er is een kop bij. Julia, kom weg! Thank you.
Ik ben terug van de kist op 20 en het was echt super leuk. Ik ben nu best wel moe en ik ga even kaarsen steken, want Stef komt zo. Misschien gaan we nog even wat repeteren, want we gaan samen optreden bij Flevo Penning en Gala. Dat is gewoon hier in Zeewolde. Maar misschien doen we dat morgen gewoon, dus zien we nog wel eventjes. Hoi, goedemorgen. Ik heb net met veel te veel energie een karaoke challenge opgenomen. Dit was mijn setting. Tenminste, hier zat ik. Zo. Ik heb nou deze broek aan. Ik ga eventjes naar beneden, want volgens mij komt mama zo thuis lunchen. Dus dan ga ik ook even wat eten. Chill man, dat ik nu gewoon klaar ben. Dus dan ga ik vanmiddag lekker even editen. En ik ga gewoon pakketjes binnen vandaag. Leuk, 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 leuk. Ik heb dus nieuwe schoenen binnengekregen. Of nou ja, schoenen. Slippers. Ik weet het niet, man. Ze zijn wel schattig, maar ze zijn zo. Ik weet niet. Even over nadenken. Het regent echt fucking hard. En ik moet over minder dan een half uur naar de sportschool fietsen. Echt geen zin. Ik ga mijn telefoon aan laten leggen. Alles gedaan vandaag. Ik moet eventjes een recept uitprinten, want Stef en ik gaan pasta carbonara maken met zalm. Even kijken. Uitprinten. En daar moeten we even na het sporten de ingrediënten voor halen. Want we zouden zalm met aardappeltaart en worteltjes eten, maar ik weet, ik had er niet zoveel zin in. Dus ik dacht, ja, ik ga ook niet tegen papa zeggen, maak iets anders. Ik kan me beter voorstellen dat wij eventjes iets anders gaan maken. Maar de zalm was al uit de vriezer, dus dat gebruiken we dan. Anders is het natuurlijk zonde. Deze ligt al de hele dag hier te snurken. Ja. Het is wel lekker warm zo. Dus ik ga eventjes. Oh, ik moet eigenlijk nog eventjes iets eten of zo'n banaantje of zo. Banaantje. Voordat ik ga sporten. Gadver. Nee, we hebben echt van die bruine bananen. Oké, ik ga even een shake maken en dan ga ik me opkleden. We hebben geen verse fruit meer. Of nou, diepvries fruit. We hebben nog een bak aardbeien staan. Kijk of de aardbeien nog goed zijn. Gadver, nee. Ik ben een beetje doorweekt ofzo. Ik zet het wel terug. Oké. Wie herkent het dat slagroom, als je het koopt, je maakt het nooit op. Tenminste, niet dat ik het naar achter betaal of zo, maar het gaat nooit op en altijd ligt in de koelkast totdat het beschimmelt. Altijd. Pasta carbonara! Wij hebben wentelteefjes. We maken voor jullie, ja. La 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 la. Goedemorgen, ik heb net gefilmd dat we een wentelteefje hebben gegeten. Ik ga nu de badkamer schoonmaken, zoals je ziet. Ik heb niet echt zin om dat te filmen. Ik heb even een badkamer schoonmaak outfit aan. Ben een hele dag verder, maar ik had vanmiddag een hyperventilatie. Of ja, het was heel raar, want ik was in slaap gevallen met Stef. En vet lui zei hij. Maar toen was mijn moeder, die was boven, en die zei hoi. Toen schrok ik wakker van, oh ja, weet je, ik wilde niet in slaap vallen. En daardoor begon ik heel raar blijkbaar te ademen. Toen kreeg ik een beetje hier pijn. Maar ja, je schrikt wel, want het is meer bij je hart dan bij je longen of op je borst. Dus ik kon niet echt lopen en zo. En toen ging het uiteindelijk weer weg toen ik me ontspande. Na een paar minuten. Maar ik had niet echt zin om te filmen. Ik heb net even wat noedels gegeten en ik ga zo naar dansen. Dus daar ga ik me voor klaarmaken. Weer die
ben bij de Coolcat en ik heb deze gepakt. Deze. Die vind ik super leuk. En dit, noem je dit ook weer? Een tuinboekje. En deze. En die krop wil ik dragen bij de finale van de Next Superman. Deze heb ik nu aan. En dit is de. Roxy Loose. En deze zit dus ook hier wat losser. Vet leuk. Ik heb nu, dat hoort niet bij de broekjes en zo, maar ik heb nu dit topje even aan. En deze wil ik graag dragen samen met mijn flare broek over een coquette bij de Curvy Next Supermama finale. Nu ik dit tuinboekje aan en hij heet Bella. Vet schattig, deze wil ik echt graag. Hij is echt leuk. Vet leuk voor op s'avonds. Show. Ik heb echt een pingwin. Je bent ook wel een beetje pingwin. Dit is de. Dit is de Grand High Rise. En deze is echt als gegoten. Als gegoten. Gekke uitspraak van Julia. Goed in mijn benen. En dit kan je dus een verkledingadvies van jullie dragen als je op vakantie bent en je gaat uit eten, dan moet je toch nog wel uit. Bla 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 bla. Goedendag, ik ben echt al lang terug uit Almere. En wij gaan nu wat drinken bij Lux om te vieren dat we een half jaar een relatie hebben. En daarna misschien naar de kroeg. Doei! Nou, op zondag heb ik dus eigenlijk niet gevlogd. Of nou, eigenlijk. Ik heb gewoon niet gevlogd. Ik heb eigenlijk de hele dag in mijn bikini gelegen met Stef in de tuin. Lekker gezond. En aan het eind van de middag gingen we naar vrienden van Stefan. En daar hadden we een hele gezellige barbecue. Het was super gezellig. Alleen ik had niet echt de behoefte om dat te gaan filmen. Ik weet ook niet of iedereen daar namelijk ook de behoefte heeft om in mijn vlog te komen. En weet je, dan denk ik, nou, ik had mijn camera ook niet meegenomen. Dus het is een wat kortere vlog, maar ik ben wel... Ik hoop dat jullie in ieder geval blij zijn dat er een vlog is. Ik wil deze week nog weer een andere video ook weer gaan posten. Dus ik maak het echt wel weer goed. Maar in ieder geval wilde ik dat nog zeggen. Sorry dat het wat een kortere vlog was. Ik wil jullie wel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En ik wil nog zeggen bedankt voor de 39.000 abonnees. Want het zijn er nu alweer 39.300. Ja. Dus ik ben echt mega blij. Want het gaat echt, het groeit zo... mega snel nu en ik ben echt heel erg blij daarom. Ik ga zo lekker sporten en ben nu mijn video aan het editen. Dus heel erg bedankt voor het kijken.